Zo, weer even een update. Ik heb er een kaartje bij hoor, want ik weet echt niet hoe de camping aan mijn hoofd heet. We zitten in resortcamping Alwegleegen in Berchtesgaden. En Berchtesgaden is denk ik wel een bekende plek. Adolf Hitler heeft hier in de Tweede Wereldoorlog zijn buitenverblijf gehad. En daar gaan we morgen naartoe. Het schijnt best een hele mooie hoge plek te zijn, dus gaan we eens even bekijken. Vandaag best wel wat file gehad. Zo'n 400 kilometer gereden. En het was behoorlijk druk op de weg. We waren niet de enige, laat maar zeggen. Nou, even lekker een rondje lopen. En de eerste indruk van de plek is wel mooi. Ja, we kunnen het bijna niet zien, maar daar zitten al wat bergen. Volgens mij moeten wij morgen daar naartoe. Aan het fietsen. Maar daarom gaan we ook met de bus. We hebben een kaartje voor het openbaar vervoer. Dus kunnen we de auto laten staan. Hoe gaat ie? Ja, dat gaat goed. Ja? Zoveel kilometer file was ik wel een beetje. Een beetje gaar, hè? Beetje boel, ja. Ja, dan kunnen we elkaar de hand geven. Dan heb ik al jaren een favoriet automerk. Dat is de Land Rover Defender. Staat er weer in. Ja, dat is een mooi bakje, hè? Kom dan wel een keer. Goed, we zijn weer op de camping. Rondje gelopen. En gaan we terug, denk ik, hè? Ja. Tot morgen. We zijn er vroeg bij. Ik ben te praten met de mensen thuis. Ja, ik zeg, we zijn er vroeg bij. Nog steeds een Berchtesgaden. Garden. We gaan vandaag naar het Adelaarsnest. Met de bus. De auto laten we lekker staan. Het is net op 8:30. 8:50 komt de bus. En hebben jullie mee vandaag. Voor een nieuwe avontuur bij The Bright Side of the Road. Tot straks. Ja, we zijn al een beetje... bij documentatie Oberzalsberg zijn we al. En, eens even kijken. Zo, dit is het documentatie Oberzalsberg. En ik moet zeggen, ze zijn hier flink aan het verbouwen. Met uitzicht, hè Peet? Uitzicht is schitterend, hè? Willkommen zur Fahrt auf dem Kielstein. Wir möchten Ihnen ein paar wichtige Informationen geben. Die Kielsteinstraße ist 7 Kilometer lang. In unseren speziell auf diese Strecke abgestimmten Bussen werden wir etwa 20 Minuten unterwegs sein. Den gewaltigen Höhenunterschied von 800 Metern überwindet die Kielsteinstraße mit nur einer Kehre und 5 Tunnel. Zo, eerste stukje hebben we gedaan. We moeten dus direct daar naartoe met de lift. Maar het is nog vrij druk, dus we wachten even. Helaas.
is een beetje bewolkt. Het regent wat. Maar dit is het uitzicht. We moeten nog een eentje lopen. Nou, we zijn wel boven, Kelstein House. Daar heb je nog een topje. Kunnen we naartoe. En dat is het Adelaarsnest. Ja, kom hier erop. Hey, een aparte plek om hier te wezen, eerlijk gezegd. Hierachter Adelaarsnest. Het uitzicht wordt wel steeds beter. Dus mooie plaatjes schieten. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky. This is Paul. He is operating a drone. Hello, everyone. Hello. Hi. Paul. Let's see if it were it will fly. It's the DJI Mavic Air. Yeah. Oh, look. The valley is so vast. That's good. Okay, so some pre-flight checks. Yeah. There we go. Oh, and it's gone. Flyby van de handdrone. Ja.
ons bezoekje aan het Adelaarsnest. Eens even kijken. Zoveel mensen staan er nog te wachten. En dat is best druk. Erco 16 tegels is een is liftlader. Dus ik ben blij dat we eruit zijn. Daar is lang wachten. Daar schijnt de zon weer. Nou, zijn we in ieder geval op tijd voor de bus. En toen ging de kachel weer aan. Yeah. Woehoe. Daar waren we daarboven. Indrukwekkend. Was hem even. Stormchasers in actie. Hierachter hebben we slecht weer. Kan je een beetje in beeld kan brengen. Voor de regen komt de wind, hè? Even de led schoonmaken. Het is behoorlijk wel wat aan. Dus ik denk dat het handig is dat we even de auto gaan zetten. Oké, het wordt heftig buiten. Dat zeg ik echt serieus. Nee, het gaat redelijk regenen nu. Maar ook met onweer. En met onweer gaan we allebei niet in een tent of in een daktent zitten. Ja, is gewoon niet handig. Dus vandaar even lekker in de auto en even erbij uitzitten. Het is al met al denk ik een half uurtje of zo. Ja, zit er prima, dus helemaal goed.